Welkom bij de derde aflevering van Farming Simulator. Vorige keer hebben wij een kar op een kar gestapeld en een tractor op het dak gezet, zoals je misschien wel kan zien. En ik moet zeggen, als je nou eens even ernaar kijkt, het ziet er toch best wel grappig uit. Ja, toch? Ja, ik moet zeggen, het ziet er grappig uit. Heb jij wel eens een kar op een dak gezien? Een kar? Of een tractor? Op een dak gezien? Een tractor of een kar? Ja, allebei niet eigenlijk. Ja, een tractor bedoel ik. Nee, eigenlijk niet. En ik moet zeggen, ik weet niet. Ik heb het zo voor me. Eigenlijk moeten we er nog eentje doen, maar dat kunnen we dan ook nog wel later doen. Weet je wat het dan is? Als we dan zeg maar een soort schans hebben waar we af kunnen crossen. Oh! Neem me maar even mee hoor. Als we dan een soort schans hebben, dan moeten we een soort wedstrijdje doen. Klopt. En dan een parcours maken, door de stad heen. Ja. En dan een soort Need for Speed-achtig iets. Ja. Gaat, dat is wel apart. Dat heb ik nog nooit gezien hoor. Bij Farming Simulator. Nee, dat is de eerste keer dan, hè? Dus ja. Ja. Nou, dit is dan dit gaat het dan worden in ieder geval. We gaan de volgende kar stapelen. Ja, sorry, het is saai werk, maar het hoort er helemaal bij. Het is het vervelende werk. Ja, precies. Het zit helaas ook eerst, bij. Voor het spelen moet eerst gewerkt worden, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, weet je wat het is? Die eindvideo. Hoeveel afleveringen zullen we erover doen? 10, 15 ja, of zo? Dat kan je niet zeggen, hè? Nee, inderdaad. Ligt eraan hoe snel we doen. Ik hoop snel. Stel je voor, dit gaat nu helemaal mislukken. Ja, dan misschien kunnen we helemaal niks stapelen vandaag. Nee, klopt. Als die kar er straks af gaat vallen en die andere kar ook, die we op het dak gaan zetten. Nou. Komen we niet ver. Ik wacht op je in ieder geval. Nou, ik ben er klaar voor. Voor een groot rondje draaien om recht te staan. Heb jij wel eens op YouTube een filmpje gezien dat mensen dit doen? Nou, ik heb nog nooit. Nog nooit, nee. Nou. Doe hem er maar onder, hoor. Ja, ja. Oh, ja. Oh. Hij staat een beetje, ja, net als die andere karren. Een beetje... Hoe zeg je dat? Hij staat een beetje achteruit geparkeerd. Hij staat er niet recht voor, zie je? Nee, maar die andere... Die andere zit er ook niet helemaal op. Want deze... Oh, dit gaat weer helemaal de verkeerde kant op. Opnieuw. Die kar er goed voor zetten. Foutenboel. Foutenboel. Nee, maar kijk, als je hem hier weer achter zet, zeg maar op deze, dan valt hij dadelijk achteruit, weet je wel? Gaat hij stijgeren. Ik denk dat je hem op de hoogte van de eerste kar moet zetten, de onderste. Ja, oh wacht. En dan gewoon zeg maar... nee, maar dat kan toch niet? Tuurlijk. Gewoon recht op die onderste zetten. Anders valt hij dadelijk helemaal naar achteren. Dan staat hij toch niet stabiel? Oh, wat doe ik nou? Oh, kan jij hem even met die dingen aanduwen? Zou wat zijn als hij eraf valt? Ja, inderdaad. Nou, leuk. Wat leuk. Amai, Gertje, wat leuk. Ik hoop dat we dit snel af hebben. Dan kunnen we een andere Farming Simulator spelen. Ja. Amai. Ja, oh, wat doe je nou? Oh. Voorzichtig met die kar. Je moet je ding even recht doen. Dingen recht? Ja, je vorkbord ding. Doe ik dat? Zo? Ja. Amai, Gertje. Hij staat nu al niet meer zo stabiel, hè? Ja, op zich. Ho, ho. Ja, doe jij hem maar onderuit, hoor. Ik sloop de boel dadelijk. We hebben daar van die blokken. Blokken? Het is toch geen Minecraft? Nee, maar waar jij achter jou, daar staan van die rollen dingen. Die kunnen we gebruiken voor de stabiliteit. Nee, die andere. Rechts van je.
Blokken, wat zijn dat dan? Ja, dat weet ik ook niet, maar die kon je net bewegen, dus ik denk... Oh, heb je dit nou weer Nou, voor volgens elkaar? mij zijn het geen blokken, maar cirkels. Ja, dat bedoel ik. Maar... Ik weet niet hoe je dit voor elkaar hebt gekregen, maar ik geloof dat je met je banden in de dingen bent gereden. Nee hoor, eronder. Was ik nou Ja, achter? naar achter, naar achter. Naar achter, snel. Ja, ga goed. Ja hoor, hè. Oh nee, je kan die van mij ook wel pakken hoor, maakt het niet uit. Oh, misschien heb ik nog een liter meer benzine. Maar ja, die betaal ik wel voor je. Zwaardig. Ja. 1,80. Ja, je kan je. Weet je waar je moet tanken trouwens? Dat moet je aan de andere kant van dit terrein doen. Hè? Dus dat is een tank, dan kan je tanken. Een echte Shell. Oh, we mogen geen reclame maken. Oh nee. Nou, zo commercieel zijn we niet. Dat gaan doen. In ieder geval, we gaan er nogmaals een keer een kar proberen op te stapelen. Rij hem er eens even voor. Oh, daar gaan we. Oh, wacht even. Ik moet die kar ervoor rijden. Ja, dat ik dacht ook al van, huh? Wat gaat die nou doen? Nou, daar gaat hij. Moet jij even zeggen of ik goed sta, hè? Dat zie ik niet zo goed. Ik weet niet hoe jij hem wil hebben, dus. Oh, Yo! zo hebben ze hem. Zo. Ho, ho, ho. Ja, oké. Okay. Ja, dan rijden we weer te ver. Ho. Je moet proberen niet te veel achteruit hiermee te rijden. Dat is echt. Ja. Ik vind het best zo hoor. Oh, moet ik hem even loskoppelen? Oké, nou, daar gaan we dan. Zo staat hij goed hoor. Prima. Hoppakee, gelijk door. Wordt ook maar zo eentonig. Wat? Eentonig? Wat is dat? Kijk, ik hou er nooit zo van als mensen zo eentonig praten, joh. Nee, dat klinkt zo ongeïnteresseerd, hè? Ja, zo ongeïnteresseerd. Ja, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Game Channel. Weet je wel? Is toch niet leuk, joh, om naar te kijken? Nee, nou, ik wacht op je. Kan jij ook. Doe je dat ook altijd met de auto rijden? Dat je. Met auto rijden, wat bedoel je? Dat je zeg maar als je aan het praten bent of je luistert of zo, dat je dan ook niet rijdt. Want ik probeer dat voor de luisteraar, denk ik van ja, ik ga een beetje rijden en dan til ik wel iets op in de tijd. Auto rijden heb ik dat niet hoor. Nee? En maar jij hebt toch rijles, toch? Ja, daar hebben we het nu elke aflevering over. Oh ja, klopt. Ja, maar dat is dan niet zo heel gek als je dit doet. Nee, klopt. Ja, ik vind niet dat je dit ermee kan vergelijken, hoor. Nee, je doet niet in je rijles karren stapelen. Nee. Nee, mijn broertje die zegt wel eens van ja, ik kan goed rijden op GTA en als ik mijn rijbewijs ga halen, kan ik dat ook in het echt. Nou, ik weet niet, maar op GTA kan ik ook wel goed rijden, maar in het echt dan rij ik mensen ze wat dood, dus. Nou, schiet eens op, joh. Ja, ik krijg dat ding niet vooruit, joh. Dan moet je hem iets Ja. omhoog doen, want dan slijpt hij over de grond. Waarom draait dat ding niet, joh? Volgens mij ben je al zo wat in slaap gevallen. Ja. Zo. Hop. Ja, zoiets, ja. Gaat hij Top. alweer. Hey, dit Ja. is hem. Hey. Stukje naar voren nog. Oké, nou, daar gaan we. 3, 2, 1. Ja, ja, Doe ja, hem even ja, naar ja. achteren, naar achteren. Oké, ik overnieuw. Overnieuw naar beneden. Gaat het niet meer? Oh! Wacht, het komt goed. Ja, zo ja. Ja, ik zei al, hier gaan we lang over doen. Zo Oké, okay, ja, staat hij. snel terug, snel terug, snel terug.
Ja, dat gaat wel lukken zo, hoor. Top. Hopsakee, niet eronder. Niet treuzelen, maar douwen. Precies. Maar we moeten hem eerst proberen naar achter te doen als hij eronder is. Ja, duim er maar onder. Ja. Ik denk nu al niet meer dat het gaat lukken. Ja, omhoog, omhoog. Nee, eerst naar achter, naar achter. Dan gaat die kar alvast ook naar achter, zeg maar. Dan kun je hem beter vastpakken. Oké, til maar omhoog. Ja, doe jij hem dan eerst naar achter? Kijk. Achter, hoe bedoel je? Ja, je vorige bord naar achter. Oh, dacht dat je die kar bedoelde, joh. Dan kun je hem meestal 9 of 10 keer beter optillen. Ja. Begin maar overnieuw, dit werkt niet. Even kijken. Wat een rotwerk is dat toch? Nogal, hè? De eerste ging makkelijker, hoor. Vorige week. Ja. Maar ik denk, als we de drie op elkaar hebben, ja, we gaan een vierde, dat gaan we niet meer doen dan, hè? Hé, ik... Oh, ik had hem goed in ieder geval. Ja, ja. Nee, we moeten niet... Ja, doe maar neer, anders gaat die tweede, die andere kart er ook af. Naar voren rijden, naar voren rijden. Oh, ja, jij hebt hem goed, wacht. Ja, kijk. Je vorige bord stond iets te ver omhoog. Naar voren. Ja, ja, ja toch? Ja. Nee. Doe eens naar achter verder, helemaal naar achter. Andere achter. Maar ik denk dat we hem plat moeten doen, het vorige bord. Probeer eens. Nee, maar, wat je... Ja... Moet ik dat eens even uitleggen. Als jij naar achter doet, dan gaat je last normaal ook naar achter. Jouw zwaartepunt, zeg maar. Oh ja. Maar als jij hem in het midden doet, dan blijft hij in het midden. Dus als jij het zwaarst hebt en je doet je vorkenbord naar achter, dan gaat het zwaartepunt naar achter. Dus dan kan je hem beter optillen normaal. Maar, dat werkt hier niet zo. Volgens mij is Minecraft realistisch. Ja, hij is een stukje naar achter, want hij zit wel heel dicht tegen die kar opeens aan. We hebben hem. Hadden hem. We hebben hem, we hadden hem. Nou, ik vind wel dat we het moeten stapelen, deze kar, hoor, deze aflevering nog. Ik kan zeggen, man, anders is wel heel... Heel eentonig. Ja, precies. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het eigenlijk is als je vanaf die kar daarboven er vanaf crost. Ja, dat gaan we zien, hè, binnenkort. Oh, ik ben zo benieuwd, hè. Kunnen we ook gelijk beginnen aan... Farming Simulator 15. Eindelijk. Krijg je hem erin? Ja, na 3 weken dit spelen begin ik het toch wel zat te worden, hoor. Wat gaan we in 2015 dan doen? Moeten we even kijken wat voor mappen we hebben? Ja, dat weet ik niet, want we weten daar nog niks vanaf natuurlijk, welke tractors we hebben. Nee, precies. Nou. Ja, ja, ja. Nee, dat werkt al niet meer. Hoe gaan we dat dus doen? Ja, goede vraag. Ik heb geen idee. Zo ver mogelijk dat ding erin douwen. Gewoon heel ver erin douwen. En dan eerst naar achter. Hé, hey, kijk, je kan hem er ook gewoon onder rijden. Zo, kijk, hoppakee. Hé, hey, wacht, kijk, kan ik dat ook? Hé, hey, ik kan dat niet. Gewoon heel ver eronder douwen. Hier, kijk, ding naar beneden. Oké, okay, en nu naar achter, doe eens. Vorkenbord naar achter? Ja. Ik heb hem volgens mij. Ja? En dan naar boven. Ja, 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 ja. Ja, ja. Je doet je dingen naar voren, dat moet je niet doen. Doe eens naar achter, dan gaat hij het evenwicht zo, denk ik. Oké, okay, nu naar voren rijden. Oh, spannend. Oh. Jij naar voren? Ja? Staat hij? Dit is toch... Hij staat bij mijn kant wel. Naar beneden doen? Ja. Jij kan nu ook op Q drukken, want jij zit vast nog, hè?
Nou, maak maar los. Hij me U probeer eens. drukken. Nee, zachtjes naar achter rijden nu. Probeer eens. Iets omhoog. Iets omhoog met je ding. En dan naar achter. Ja, daar Ja, komt en hij. kijk, en ik kan hem nou naar beneden doen als het goed is, zonder problemen. Ja! Ja. Hij staat. En hoe? Nou, ik denk dat we als we een kar per aflevering doen, nou, dan doen we er wel een afleveringetje of 30 over, denk ik. Gok ik. Ik denk het ook. Het is een beetje saai gedoe misschien, maar ja, het gaat ook een beetje erom om het spel eromheen. De volgende keer, dan gaan we denk ik, ja, gaan we er nog een kar bovenop doen of niet? Nu nog? Nee, zullen we het maar niet doen? Zullen we er gewoon afbouwen naar twee? Of zullen we er nog, ja, Ja. nog eentje? Eigenlijk wel heel. Eén. Ik zou dat lukken? Dan moeten we echt wel heel hoog gaan bouwen, denk ik. Heb ik ja. Ik denk Komen wel dat het riskant wordt hoor. Als er in zo'n kar afvalt, Ja, dan moeten dan. we helemaal overnieuw beginnen. Ja, dat is ook zo vervelend. Enfin, in ieder geval, het was een leuke aflevering. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Heb je nog Nou, toepassing duimpje wat omhoog. in onze racebaan moeten doen? Dan laat het maar weten in de reactie. En bedankt voor het kijken en En tot volgende week. doei!